Atlantic City that we have sunshine today because we have gone down under. We are underneath Dome Square right now and we're going to get a tour to see remnants of Roman times, Middle Ages and up until the 21st century. So we're going to try to film this but we don't know if it's going to work. We'll have to see. Generatie op generatie hebben mensen laagjes toegevoegd. Door de lagen van de bodem te volgen, volg je het spoor terug in de tijd. Het plein boven ons hoofd was de afgelopen twee eeuwen het forum van de stad. Het toneel waar feestgangers, demonstranten, geleerde heren en koningen voetsporen achterlieten. Maar ondergronds liggen er ook sporen uit die tijd. Zoals deze waterleiding, die eind 19e eeuw werd aangelegd als reactie op de cholera, waar duizenden Utrechters stierven. Voordat het Domplein een plein werd, lag het hier 150 jaar lang bezaaid met blokstukken van de Gotische Domkerk. Dit was de ruïne van het kerkschip dat in 1674 door een orkaan omver was geblazen. Wel apart, zo'n ruïne midden in de stad. This place is awesome. We're below the square now and it's all dark and they give you this huge torch. And if you point at certain things in the surroundings, then you get to hear the information that belongs to it in your ear. So this really makes the place come alive. Fun. If you're looking for an overview, a very vivid overview of the history of Utrecht, you should really come here. They also do the tours in English and in German. So if you do want to do the English and German, you just have to tell the guide and he'll arrange it for you. And now we're in need of coffee, of course.